De verbouwing van de Schouwburg was in volle gang. Wij als Omroep Venray mochten een kijkje komen nemen hoe de stand van zaken er nu bij liggen. We kunnen dit gebouw op een prachtige manier gaan gebruiken. Vooral omdat er allerlei compartimenten ontstaan zijn. We hebben een boven- en een benedenfoyer. En de zaal is gebleven uiteraard. Daarnaast hebben we een vergaderoptie nog, een vergaderlokaal. En we staan nu in de nieuwe platte vlakke vloerzaal. Die is er eigenlijk bijgekomen. Dat is eigenlijk de rode doos die je van buiten vanaf het Schouwburgplein ziet. Dat die door het dak zeg maar naar beneden gevallen is. En dat is de ruimte waar we nu in staan. Voor iedereen was het duidelijk dat die hier verbouwd zou worden. Maar wat is er allemaal veranderd ten opzichte van vroeger? Nou, vooral dat we de ruimtes separaat kunnen gebruiken nu. Vroeger lag de publieksruimte om de theaterzalen heen. Dat betekende als er 100 bezoekers in de theaterzaal zaten, dan kon je met de rest van het gebouw eigenlijk niks meer doen. Omdat iedereen, ja, die 100 die in de zaal zitten, een keer naar buiten komen voor een kop koffie, een jas en een plas. En nu kunnen die ruimtes separaat van elkaar gebruikt worden. Daarnaast hebben we de entree verlegd, waardoor er in het centrum van het gebouw, zeg maar, waar die 5 kolommen zijn, dat is nu de entree. En daar is het verkeersplein waarin al het zeg maar, verticale transport plaatsvindt van mensen voor boven en beneden. Dat betekent dat de entree bij de kassa en de liftschacht is weg, zodat we nu ook een tochtvrije foyer hebben. Er is heel hard gewerkt met het verbouwen. Ik kijk even naar u, want ook in dat opzicht is er veel veranderd of niet soms? Ja, zeker. We zijn redelijk radicaal te werk gegaan. We hebben de buitenmuren laten staan, maar eigenlijk van binnen hebben we grondig huis gehouden de afgelopen maanden. Bouwtechnisch is er met veel zaken rekening gehouden. Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk alles is opnieuw gemaakt, vernieuwd. We hebben een hele complete nieuwe constructie naar binnen gebracht om deze zaal te kunnen dragen. En ook akoestisch te kunnen ontkoppelen van de grote zaal die ernaast ligt. Zodat de twee voorstellingen ook daadwerkelijk naast elkaar plaats kunnen vinden. Dus in die zin heel veel vernieuwingen. Installatietechnisch natuurlijk het nodige updates. Dus we zijn weer klaar voor de komende jaren hier in Venray, denk ik. Als we kijken naar het programma van de Schouwburg Venray, dan zien we al veel verrassingen. Jullie kunnen in de toekomst nog veel meer verrassingen brengen in deze zaal waar we nu staan, of niet soms, Paul? Ja, nou zeker. Op de eerste plaats, doordat we de tribune weg kunnen schuiven, houden we een poppodiumzaal over. Dus je kunt tweeledig gebruiken. Enerzijds met een uitgeschoven tribune waar ongeveer 200 mensen kunnen zitten. En dan heb je de artiest die speelt dan op de vloer. En als we die tribune inschuiven, dan hebben we een concertzaal, zeg maar, waar je popconcerten zou kunnen houden.